Marga, ik ben lid van de Big Band. Ja, klopt. Wat is een Big Band? Die speelt net iets van andere muziek als, als een gewoon fanfarekorps. Wat voor instrumenten zit daarin dan? Dus wij hebben trompet, bariton, trombone, bas, die speelt namelijk de basgitaar, en een drumstel en saxofoons. Dat ook saxofoons? Ja. Twee saxofoons? Nee, sopraansax. Nee, twee altsax. Twee tenorsaxen en een baritonsax. Hoe druk hebben jullie met de Big Band van het Mutwe? Wij oefenen één keer in de 14 dagen op de donderdagavond. En we zouden wel graag wat meer op willen trainen, maar dat is altijd een beetje lastig. Hoe komt dat? Je moet gevraagd worden, hè? En wij zijn nog niet zo heel erg lang bekend, zeg maar. Mensen, Big Band, Irene, kom op, balden dat spul. Ja. Optreden, ze willen van alles. Ja, dat zou wel leuk wezen, ja. Vooral in de zomertijd is het wel een wat rustiger, maar dat is wel met vakanties en zo. Maar ook rond de kerst en zo? Ja, ja, dat zou ook kunnen, ja. Want de Big Band, dat is toch wel... Ja, kan dat... Is het vanavond alleen maar muziek? Zit er ook een beetje Big Band in? De Big Band die gaat ook optreden, dat is het halverwege. Het gebeuren. Ik maak me wel nieuwsgierig. Nou, ik zou zeggen, blijf luisteren. Ik durf niet eens meer. Goed zo. Dankjewel. Goeiedag. 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 Nou, heb ik uw dochter leren kennen? Ja. En die is bloedfanatiek op de TT-banen. Dat is inderdaad waar. De moeder toch? En toen zegt ze tegen mij, mijn vader is nog steeds bloedfanatiek bij de muziek. Dat is ze ook. Heb ze ook hier wel gelijk aan. Bloedfanatiek. Nou ja. Heel erg fanatiek. Johannes, hoe belangrijk is de muziekvereniging voor u? Heel erg belangrijk. Ja, het is mijn, ja, niet mijn enigste hobby. Ik heb nog een paar hobby's. Ik zit nog op koor en op mannenkoor op onze veld. Dus ik... Maar de muziek is wel mijn eerste. Ja, hè? Ja. Dat of al die solo-westen? Al die solo-westen. En is het instrument nog veranderd of niet? Nee, bijna 50 jaar. Is het monster ook nog veranderd? Het monster ook is wel veranderd, want ik heb inmiddels een keer nee gekregen. Dus, maar door een keer nee, hè? Wat is muziekvereniging Irene? Want in Nederland zegt van ja, muziekvereniging Irene. Dat leest een keer, ja. Of dat gooit ze een keer eruit. Maar wat is de inhoud van muziekvereniging Irene? Nou, dat is... hoe moet ik dat nou zien uitleggen, hè? De muziek is alles. Ook voor de nieuwroders. Alleen, het is zo jammer. Er gaat steeds meer leren eraf. Hoe komt dat? Ja, doordat ze dus verhuizen gaat. En nou ook weer, ben er een stuk wat, die gaat ver weg. Ja, dan ben maar kwiet. Hoe is jullie jeugdorkest dan? Hoe komt dat? Nou, we mag niet klagen. We hebben op dit moment een 5-6-tal jeugdmuzikanten. Ik kom maar op pad. Dag, Angelique Eimker. Angelique Eimker. Jongen, wat een bekende naam. Een bekende naam? Oké. Okay. Ja, dat is mijn man's naam. Hij kan er nu natuurlijk. Dus er bent weer meer Eimkers, maar ja. Ja, daar schrik je wel van. Maar wij bent Eimker. Jullie bent Eimker en geen Imker. Geen Imker, maar dat zingt ze nog wel eens in Drents. Maar dan, mijn man luistert dan wel en ik denk van, dat ben ik vast niet. Nee, precies. Hoe lang zit hij al op de muziek? Ik heb 15 jaar, voordat ik bij Irene kwam, bij een andere vereniging zitten. En nou, hier ben ik nu zo'n 3 jaar bij, zeg maar, bij Irene. En wat is het instrument wat was hier bespoeld? Een bariton. Ik heb hem nog in de koffer, maar ik speel de bariton. Is dat een mooi instrument? Vind ik wel. En die 15 jaar hiervoor, ik ben op een bugel geblazen. Dat is ook wel mooi. Oké. Okay. Ik heb zulke wel eens eerder de kop op zijn drein. Ja. Maar dat is niet erg. Ik bedoel, het is zo je beste dan om de plek aan te passen, dat de snelheid er minder wordt. Ja. Maar zo af en toe denk ik van, hier heb ze zoiets van, laat maar komen die snelheid. Ja. Dat wij vliegen eroverheen. En terwijl je hier zo bezig bent, vind ik dat een hele linker zaak. Maar dat is de buten. Wat speel je vanavond? Vanavond? Een hele bulte. Even kijken. Marsen, bij Marsen speelt wij. William Bluehart, die heb ik Boemanling, maar die doen we niet als eerste, denk ik. Maar, Pirates of Caribbean, dat is een bekende. Caribbean Variation, dus het klinkt een beetje Caribisch. Alleen het weer is niet helemaal Caribisch, maar Queen in concert. Alleen Bugel. Alleen de eerste partij van Bugel? Ja. Ja. Hoe lang heb je dat nou al gedaan? Nee, heb je ook een golden speldie? Brons, zilver. En dit is, weet ik veel, goud. Nee, geen goud. Niet van de wandel 4000.
Ik ben wel 40 jaar erbij, allerwest. Jawel, hè? 45 inmiddels. Zoveel, hè? Ja. 45 jaar? En heb je ook al die kleintjes naast te zitten om op te lijnen? Nee. Hoe zeg je dat nou? Kleintjes naast mij? Ja, toen ik vroeger klein was, toen moest ik naast Appie zitten. Appie Evers. Wij kenden die allemaal, hè? Maar dan, die trak me dan met. Ja, doet jullie dat nog? Ja, wel een beetje. Jawel. Maar we hebben zoveel klein, die zijn we niet meer. Die moet nog. Ja, maar. Nee, de babyboom is over. Maar ik bedoel, wij kunnen toch wel een babyboom veroorzaken hier? Dat wel, dat denk ik wel. Hoe gaan we dat doen? Ja, ik ook niet. Dat weet ik niet. Zullen we dat eerste stok eens opdragen aan alle jeugd die als hier is en dat ze dan zegt: wij vinden dit leuk? Ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja. Muzikale vorming geeft een hele goede opvoeding, hè? Ja, als er maar wat jeugd is straks, hè, om te kijken. Ja, maar wij zijn het uit. Mooi. Henriët, hoi. Hoi. Ik ben hier vanavond en waarom ik hier vanavond binnen? Omdat jullie zo'n mooi concert geven, zegt jullie. Dat is wel onze bedoeling. En in kader waarvan is dat zo? Nou, als afsluiting van de periode van repetitieavonden en weet ik wat, proberen we altijd in de plaats waar onze donateurs zitten om daar een zomerconcert te geven. Dus dat Elen moet winnen? Nou, dat denk ik niet, want daar zullen ongetwijfeld ook donateurs zitten, maar de meesten zitten in Noordse Schut en Nieuweroord. Elen, jullie blijft achter. Dat kan niet, dat kun je niet toelaten. Maar ik vind het gewoon geweldig mooi. Als je dit zo ziet, jullie zijn zo mooi aangekleed. Hebben jullie door al die jaren voor gespaard om dat zo mooi voor elkaar te krijgen? Nou ja, uniformen en instrumentarium en zo, dat kost een hoop geld. Dus daar, uniformen zijn altijd aan vervangingen nood of toe. Dus ja, daar sparen we hard voor. Maar daar werken we ook hard voor. Met onder andere een oud papier ophalen elke maand. Dat is jullie bron van inkomsten? Zeker. En dan de optredens hier en daar nog? Ja, maar zoals dit soort optredens, dat doen we gewoon gratis. Ja, dan moet je nog wel kijken wat voor kapitaal hier rondfietst. He, dat hier allemaal nog iets zit. Vrijwillig muziek giet maken. Allemaal naar de muziekschool. God ze nog allemaal naar de muziekschool? Nee, die jongelui, die gaan naar de muziekschool. En vanavond gaan we er eentje speciaal in het zonnetje zetten, want die heeft zijn B-examen gehaald. Kijk, dat is tenminste niets. Ja. En hebben jullie nog meer leuke dingen die jullie in het verleden gedaan hebben, die jullie in de toekomst ook weer gaan doen? Nou ja, de toekomst ligt altijd open. Maar wij hopen volgend jaar 75 jaar te bestaan. Ik heb toen eens gehoord dat jullie toen eens een keer naar Duitsland te west bent. Naar Hagenburg volgens mij. Ja, dat klopt. Daar zijn we een aantal keer geweest. Ging dat nog een keer doen? Nou, in de huidige vorm niet. Want het orkest, je hebt misschien van de andere leden wel gehoord dat dat is een beetje tanende doordat jeugdleden vertrekken. Dus echt een concert in het buitenland geven, dat zie ik op dit moment nog niet zitten. Hoe kan dat nou omdraaien? Dat hij zegt, mensen, die muziek. Hè? Iedereen krijgt een beetje muzikale vorming op scholen. Ja. Jullie bent ook steeds beter. Gaat jullie naar scholen toe om kennis te maken, te laten maken met muziek? Ik bedoel, hoe kun je dat nou veranderen? Dat hij zegt, jongens, die muziek, dat is meer dan alleen maar op een instrument blazen. Ja, als zij goed naar Koningin Maxima geluisterd hebben, dan is dat zeker zo. En die is natuurlijk vorige week of twee weken geleden in Hoogveen geweest om dat speciale project van de muziek in de klas te promoten. En ik denk, als ze daar op scholen een beetje meer vorm aan kunnen geven, dat ook daar de muziekverenigingen zijn vruchten van kunnen plukken. Ik hoorde dat je instructeur bent van de Big Band. Klopt, ja. Dirigent van de Big Band. Klopt, ook. En die gaat vanavond nog optreden. Ja, dat is wel de bedoeling als het droog blijft. Hoe moeilijk is het nou om een Big Band een beetje in structuur te krijgen? Om in een Big Band een structuur te krijgen? Nou, alles staat uitgeschreven. Dus als iedereen netjes speelt wat er staat, dan hebben we geen probleem. Gerwin, dat is mijn camera, hè? Die registreert me op de kont, maar daar doen we niks met. En Henke, die is bang dat er iemand in een sluis valt. Voor de rest niet. Maar vertel me nou eens, hoe word je nou instructeur, dirigent van een Big Band? Hoe ik dat ben geworden? Ja. Ik heb het conservatorium afgerond in Groningen. Ja. En toen kwam hier een vacature vrij. Toen heb ik gesolliciteerd. En daar waren ze eigenlijk enthousiast over. Het is mijn eerste orkestje waar ik voor sta. En
ben wel trots. Dat is een uitdaging, hè? Kijk, hij is wel af en toe eens naar die mensen moet kijken, want die mensen die willen graag leren kennen natuurlijk. Als ze zich aanmeldt bij de Big Band. Want die Big Band die kan groter worden, toch? Ja, tuurlijk kan die groter worden. Graag zelfs. En dan wil die mensen graag weten. Die zegt dan, ja, maar wie is die man nou? Wie is Gerben nou? Wie is Gerben? Nou, Gerben is een saxofonist. Is een excentriek persoon. Is een ontzettend leuke, positieve gast. En die helpt je groeien naar een volgend level. Kijk, luistert jullie dat goed? Jullie doen dat hartstikke goed. Die helpt je groeien naar een volgend level. En dat is heel belangrijk. Want als je wat moois vindt, een big band, die hebt allerlei instrumenten, hè? Mm-hmm, klopt, ja. Gitaar, af en toe. Drumstel? Ja. Welke jongen wil nou niet drummen, jongens? Kom op. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Saxofoon. Wat nog meer? Trompet. Trombone. Sousafoon. Oh, is dat geen cookie? Het is ook een cookie, ja. Het is ook een cookie. Ja, toch? Nee, ik heb geen idee. Ik ook niet. Maar het is een groot ding. Het is een groot ding, ja. Nou ja, maar in ieder geval, de big band Igor de First on. Vanavond doe je een paar stokjes. Ja. Dan geef je dat aan. Ja. En dan gooi je dat uit. Ja, dank je. Alsjeblieft. En bedankt. Thank you.